oh my god, het is gewoon echt al 1 uur en ik wil gewoon niet meer stoppen met mijn spelletje. Echt, ik ben zo dankbaar dat ik een kind heb dat uitklaapt, want ik ga echt nog wel even 1 of 2 potjes spelen. En dan ga ik echt slapen. Goedemorgen, het is maandag. Echt alweer de 3e week van de vakantie. En het gaat zo snel. Dat is altijd als je het naar je zin hebt. Ik ben nog even gezellig met Sarah samen. Die gaat zo met oma zwemmen. En dan ben ik even een paar uurtjes alleen. Hi. Mevrouw, je moet voorzichtig zijn. Want hier buiten zijn allemaal boeven. En die willen mijn sleutel hebben. Oh jeetje. Van de winkel. Die zit hier. Ja. Ja, dan moet je maar goed verstoppen. Dan maar komt het... hoe kan ik dat verstoppen? In je tas en niemand zeggen. Dan komt het vast wel goed. Nee, we hebben hem al gezien. Nou, dan moeten we een nieuwe verstopplek verzinnen. Ik ga nog even thee zetten en dan nog even heel veel knuffelen. En ja, dan gaat het even... We proberen in deze winkel te komen, dus ik heb alles dichtgesloten. Oh, heb je alles dichtgesloten? Oké. Zijn allemaal gemene boeven. Die boeven willen iedereen stelen en zijn geld stelen. En oh jeetje. Deze boeven willen ook sleutels hebben. Jeetje, mineetje. Ook bij een huissleutel. Hè? Ja, dat is niet goed. En dit is mijn huissleutel en de winkelsleutel. Ik heb mijn haar nog niet gedaan. Ik ga even thee zetten. Ik heb ook nog een heel leuk pakketje binnengekregen. Maar die is niet voor mij. Die is voor deze kleine draak hier. Wat heb je allemaal? Ik heb deze binnengekregen. Oh, wat is dat dan? Pak hem maar uit. Ik ben hier altijd heel goed in. Ben je er zo goed in? Geef je verpakking maar. Oh. Een heel mooi top. Wauw, die is wel echt heel cool. Ja. En wat nog meer? Hij van de River Island. En die kan ook open. Ja, wat zit er nog meer in je zak? Gaan we het zo wel even onderkijken. Wauw, wat is dat? Ik weet het. Voor mijn unicorn feestje? Nee, dat is een pyjama. Dat is wel heel cool, hè? Ja, dat is de pyjama die op mijn lijstje stond. Ja. Ik weet zo leuk van dat. Ik dacht... Ik heb deze tas al even gezien, maar ik heb er niet op zitten gekeken hoor. Dus niet wat er is. Ik dacht, het is voor mama, later. Dat het voor mama was. Wauw, wat heb je? Wauw. Hij is ook wel heel erg groot. Ja, die hadden we een beetje groot. Vooral van volgend jaar ook nog vast. Ja, want zo lang doe je niet meer, maar hij is wel echt heel leuk. En deze leuke boek. Ja. Kijk, met deze bijna pijpje nog. Ja, hij is zo leuk dat je hem bijna nog een setje aan zou kunnen. Maar het is officieel een pyjama. Kijk hier van die roesjes eraan. Hey. Ik vind hem echt heel schattig. En wat heb je nog meer? Wat een verwennerij. Zo. Oh. So. Ja, je bent er best wel goed in. Wat is dat dan weer? Ik ga dan niet vertellen, want ik weet het nog niet. Nee? Dit is volgens mij een zwempakje. Ja, een bikini. Hoe cool is die? Leuk. Die is wel en lekker zacht. Ja. Wauw. Dat is ook wel heel erg leuk. Met die knoop hier erop. Nog meer. En hier een strikje. Echt heel leuk. Wat heb je daar nog? En er zit een riemetje aan. Ja. Ik heb een shirt volgens mij. Hij is echt wel heel cool. Ja, hij is heel leuk. Ook met een knoopje. Heel leuk stofje ook. Het is... Ik ga het scherp krijgen.
En hier zit een ribbeltje in. Sokken. Nog iets? Nou, maak maar open. Maar zijn voor dat... mijn sokken. Voor mijn kniekousen. Kniekousen, joh. Ja. Nee, joh. Dat zijn de kniekousen. Kniekousen zien helemaal niet zo uit. Ja, ik denk toch echt dat het kniekousen zijn. Met strikjes. Kijk hoe leuk. Dat is wel leuk. Dat zijn hele hoge kousen met strikjes eraan. Kijk hoe leuk ze zijn. Dan zitten er aan de achterkant strikjes op. Het is echt heel cool. Ze zijn alleen een heel klein beetje aan de grote kant hoog. Maar dat komt wel goed. Nou, we wisten dat we deze aan de grote kant hadden gekocht. Maar hij is wel heel groot. Maar hij is wel heel leuk. Dus dat komt vanzelf dan, hè. Dit is het topje. Die is ook echt heel leuk. Hij zit nu in de hoge skinny. En hij kan ook loszetten, Ritje. Dan is die ook leuk. Laat eens zien. En die veebroek, schat, van je top. Ik ga het niet vragen of je grappig bent. Oh, je bent wel heel grappig. Ja, zo is die ook leuk. Dan zie ik mijn maat. Ja, oh, wow. En dit is de laatste top. Die vind ik ook wel echt heel erg leuk. Sarah is aan het opgehaald. Ik heb zelf ook nog wat pakketjes binnengekregen. Maar die ga ik nu even in een aparte video opnemen. Ik denk dat deze vlog anders wel heel erg lang gaat worden. En als het lukt, plaats ik die dan zo. Dus dan komt die om 1 uur online. Kijk welke kleine dame er weer lekker thuis is. En ja. Er is bloedoogje. Oh ja, Sarah die wilde de schoen net uitdoen. En die slaat zo terug met de vinger zo de oogje in. Ja, dat is niet leuk, hè? In mijn oog? Ja, daarnaast. Maar je hebt wel een beetje in mijn oog? Nee hoor. Je hebt gewoon rode oogjes van het zwemmen. Maar je hebt het leuk gehad, dus dat is goed. Ik ben aan het koken. We gaan zo lekker pasta eten. Te schattig, Sarah lijkt steeds meer op mij. Ik was de keukenkast aan het reorganiseren. Die hadden we nodig. Ik vind het echt zo grappig dit. Sarah en ik hebben een nieuw spelletje ontdekt op de telefoon. En het is echt zo grappig. En mama heet Mop. Ja, van mama op hakken. Dan ben ik een mop. Ben ik ook grappig? Ja. Ja, gelukkig. Ik ga het spelletje even laten zien. Dit is het spel. Ik moet zeggen dat ik er absoluut nog niet goed in ben, want we hebben het pas net ontdekt. Maar het is echt te grappig. Bra. Je bent dit gat. Oh. Ja, gaat bijna starten. En je bent dus een zwart gat. En je moet echt zoveel mogelijk opeten. En hoe groter je... hoe meer je pakt... Hallo, kijk, daar is een kroon. Ja, ik weet niet waarom ik een kroon heb. Misschien omdat ik voorop stond of zo. En je moet dus echt zoveel mogelijk van die dingen nu pakken. En omdat jij, je dus pakt... Jij bent al heel groot. Ja, ik ga echt heel goed nu een keer. Kijk, en heb ik ook dat andere rondje eens opgegeten omdat ik groter was. En zie je, die lag er even uit. Nu eet ik hem weer op. Kijk, en nu heb ik de hele toren, dus dan gaat het heel snel. En dan kan je ook op een gegeven moment al die gebouwen opeten. Maar ik ben nog niet groot genoeg, dus even die andere dingen pakken. Het is echt te grappig. Kan ik al? Nee! Oké, Sarah's beurt. Kijken wat Sarah kan. Ja, ga maar. Je moet, op je moet hem erop houden. Je moet eerst een klein dingetje pakken, hè? Hier, naar die lantaarn en zo. Goed op de lantaarn. Je moet hem je vinger op het rondje houden, schat. Kijk, nu gaan deze dingen er denk ik wel omheen. Het lijkt of jij op oranje bent, maar je bent rood. Ja. Oké, daar gaan we. 3, 2, 1. Go. Kijk of het lukt. Het moet groeien. Kijk. Hebben de auto's er geen last van? Nou, die verdwijnen er gewoon helemaal in. Ja, ga ik even uitzetten. Hupsakee. Yes. Ja, ook uit. Ja, nog net dat huis niet. Wacht, dat andere huis erachter. Die is ook klein. Daar, ja. Die. Maar die is ook best groot volgens mij. Nee, ik ga niet pakken. Nee, zie je, daar red ik nog net niet. Bijna. Ja, ik wil net even die dingen pakken. Deze misschien, nee. Als ik die auto nou heb. Nou ja, je bent heel goed bezig al. Ben ik goed bezig, wat fijn, schat.
Kijk, was het huis? Nee, ook nog net niet. Deze. Kom op, kom op. Ga erin. Nee. Ja, nou ga ik huis pakken. Helikopter. Ik heb de helikopter. 3, 2, 1. Go. Oh, ik zie het bijna niet. Even kijken of ik het zo in beeld krijg. Pak het. Rustig, hè. Rustig. Rustig eronder. Pak hem. Ja, heel goed. Je moet goed rustig eronder, hè. Dat hij de kans heeft om in je... in het zwarte gat te vallen. Hoe kijk uit, want die is groter. Als die je pakt, dan kan je even een paar seconden niks. Wat? Ik ben nog te klein. Ja, maar je moet wel die dingetjes pakken daar, schat. Als je ze niet pakt, dan word je nooit groter. Weet je, schuiven. Ja, en die lantaarn. Ja, en een hekje aan de overkant ook. Dat hekje. Heb je hem? Kijk naar die mini-mop, die blauwe. Ja, die is heel zielig. Dat gaat goed, hè? Ja. En ik ben... tweede. Net, ja, tweede sta ik nu. Ah, die pakt hij nog net niet. Nou, ik krijg het eindelijk door. En nu ben ik wel heel veel aan het pakken. Dus wie weet sta ik zo nog op 1. Kijk. Ah, oh. Dat is de nummer 1. Die wil me uitschakelen. Kijk, dat wil me echt heel graag uitschakelen. Dit is echt een verslavend spel, kan ik je zeggen. Hé, hey, je bent weer de koningin. Ja, ik heb weer de kroon. Hup, hup. Het lijkt net of je geel bent, maar je bent echt rood. Ja, ik ben heel rood. Hupske, die zei het ook wat. Hele gebouwen gaan erin, het is echt te grappig dit. Oh, je moet die ze allemaal uitschakelen. Nee, daar heb ik helemaal geen last van, die kleintjes. Hup, hele gebouwen gaan erin. Jij blijft de koningin. Ja. Oh, en eruit zag je net. Net bij Marco hebben we... dat wordt een hele raar zin. Net bij Marco ben ik Wendy C. als begonnen met kijken... Nou, het gaat goed met mij hier. We net met Marco begonnen aan een nieuwe serie. We zijn When They See Us gaan kijken. En wat een indrukwekkende eerste aflevering. Echt bizar dat dingen zo gingen. En misschien soms, nou nee niet soms, nog zo gaan. Ik weet niet of je de serie hebt gezien. Maar ja, dan moet je echt even kijken. En als je hem kijkt ben ik heel benieuwd wat je ervan vindt. Wij vonden het echt... echt indrukwekkend en echt gewoon heel bizar. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Het zijn 4 afleveringen, dus we moeten er nog 3. Dus laat even weten hieronder wat je daarvan vindt. Ik ging dus nog even het spelletje spelen. En toen zag ik dat er veel meer levels zijn. Ik ga eens proberen of ik het kan laten zien terwijl ik het speel. En of ik dan op mijn scherm... Dit is namelijk een vliegveld... En ik ben er ondertussen best wel handig in geworden, maar kijken of het me nu ook filmend lukt. Het is echt zo verslavend. Ik kan hem gewoon bijna niet meer uitzetten. Kijk, en je kan ook die andere zwarte gaten opeten. Daar krijg je dus ook punten voor. Echt, I'm hooked. Het is niet goed, ik had dit spel nooit moeten ontdekken. Maar het is zo leuk. En zo heb je ook dit level. En er is ook weer een stad, deze heb ik zelf nog niet gespeeld. Dus soms als je ze een beetje speelt, dan weet je al een beetje wat er staat en wat je... kan pakken op welk moment, maar dat is bij mij voor deze nieuw. We zitten hier echt met z'n allen.
Heel handig. Oh, we zijn weg van hun. Dat schiet niet op. Ik ga een ander stukje zoeken. Oké, en dan denk je elke keer, maar dan zit je in een gebouw. Nou, dit level gaat niet zo goed voor mij. Ik sta op de laatste plaats. Dat vind ik echt niet leuk. Maar goed, ik heb deze ook nog niet eerder gespeeld. Ik moet zeggen dat niemand heel hoog staat in dit level. Pak hem, ja. Kijk, je ook opgegeten. Komt die hele grote weer. Deze ga ik niet winnen, maar hij is wel leuk ook dit level. Oh my god, het is gewoon echt al 1 uur en ik wil gewoon niet meer stoppen met mijn spelletje. Echt. Ik ben zo dankbaar dat ik een kind heb dat uitklaapt. Want ik ga echt nog wel even 1 of 2 potjes spelen. En dan ga ik echt slapen. Het is me gelukt. Ik ben losgebroken van mijn telefoon. En ik ga lekker mijn bedje in. Tot morgen!